Dit item wordt mogelijk gemaakt door Farmfood Hondenvoeding, het natuurlijke alternatief. De eerste hondenheld van dit seizoen heeft hiermee te maken en met schapen. We zijn namelijk op bezoek bij Mike van der Most en hij is schapenhouder en heeft border collies die schapen kunnen drijven. Hoe dat precies in zijn werk gaat, dat gaan we zo meteen zien. Maar eerst de hoefjes nog even bijwerken. Ja precies, ja, dat is wel nodig hè. Want ze moeten wel een beetje goed kunnen lopen. Keukenluid aan. Get out. Lie down. Verder op. Hop. Lie down. En waarom doe je dit nou in het Engels? Lie down. Ja, eigenlijk, het klinkt een beetje lullig eigenlijk hoor. Maar wij trainen onze honden vaak in het Engels. We hebben een aantal standaard commando's die we gebruiken. Moet wel even de schapen ook af en toe naar de schapen ja, kijken. Ja, af en toe de schapen in de gaten houden. En die commando's die gebruiken we eigenlijk standaard. Alle schaapherders in de wereld gebruiken eigenlijk die commando's. Maar is het ook zo dat je dit alleen met border collies kan doen? Nee, zeker niet. Er zijn best andere hondenrassen die kunnen schapen drijven. En ik ben zelf nog wel eens gecharmeerd van working kelpies. Dat kan over schapenrug heen lopen. En ja? Dan laten ze zich net voor de voorste laten ze zich zakken. En dan lopen ze weer terug. En wat je dan krijgt eigenlijk, dat die voorste schrikken, die gaan weer vooruit. En de rest volgt dan allemaal. Ja, eigenlijk zijn de border collie en die working kelpie, dat zijn wel de twee rassen die dat echt volop iedere dag nog in de hele wereld aan het doen zijn. Hoe train je ze nou? Waar begint het nou? Ik bedoel, als pup neem je ze al mee? Of? We beginnen eigenlijk eerst met gewoon baas opvoeden. Net als iedere huisdier-eigenaar eigenlijk ook met zijn hond begint. He, gewoon lekker combineren en zitten en af. En dat af doen wij dan in het Engels. En dan zeggen we lie down. Zodra we met een jonge hond bij schapen komen, dan is er iets wat hij van nature heel graag wil. En dat is aan de overkant van schapen zijn. Dus als ik aan de ene kant dat ben... Dat heeft een hond van nature al? Ja, bijna wel. En misschien moeten we het een heel klein beetje ondersteunen, maar dat noemen we wel 12-uurspositie. Of we noemen het balanspunt. Ja. En die honden willen daar graag zijn. En dan ga jij dus zeg maar, dan sta jij ergens en dan gaan zij zorgen dat ze iedere keer aan de andere kant staan of zo. Ja, het voordeel, kijk, als die hond iedere keer aan de andere kant is, dus hij houdt de schapen tussen ons in, dan maakt het niet uit waar ik heen loop, want dan brengt de hond iedere keer de schaap achter mij aan. Keep off, lie down. Goed. Keep off. Lie down. Maar Mike, misschien even een brutale vraag. En mag ik het ook eens proberen? Ja, zeker mag jij dat proberen. Geef ik je wel even mijn staf. Oké, je staf? Ja, wees er zuinig op. Ik wees er zuinig op. En nu? En nu? Ja, ik denk als jij gewoon sist, dat Katie wel naar de overkant van de schapen wil gaan lopen. Shh. Je moet wel een beetje helpen, denk ik. Nee jongens, die kant op, die kant op, die kant op jongens. Nee, die kant op, die kant op. Hallo, die kant op. Kom maar, kom maar. Hond. Als ze luistert, hartstikke goed man. Ja, laat hem maar weer liggen. Lie down. Ze blijft rennen. En nu? Blijf je rennen? Nee toch? Lie down. Ja, je zult nou, ik heb echt moeten zeggen eigenlijk. Lie down. Goed zo, steady. Steady, kijk het uit. Zo zie je maar dat de hond toch wel een beetje van de basis steady, is hoor. Steady. En nu? Moet ik nou aan de andere kant gaan staan? Ja, dat zouden we kunnen doen, maar we kunnen natuurlijk ook de hond gewoon weer sturen. Oh, je bent een beetje een luie herder. Ik ben een hele luie herder. Maar weet je wat ze zeggen over luie herders? Die hebben de beste honden. En nou is het heel belangrijk dat ik natuurlijk nog even schaapjes ga tellen om het af te sluiten. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ik denk 300. Dit item werd mogelijk gemaakt door Farmfood Hondenvoeding, het natuurlijke alternatief.